Oma Brit leest voor Verhalen van Ot en Sien, geschreven door Jan Lichthart en H. Scheepstra, geïllustreerd door C. Jetses. Op reis. Wie lopen daar zo ver van huis? Het zijn Ot en Sien. En waar gaan ze heen? En waar moeten ze langs? Hier, zegt Ot, en Sien gaat met hem mee. Maar Ot blijft staan en hij kijkt rond. Hij weet de weg niet meer. Een groot meisje blijft bij hen staan. Moeten jullie naar huis? Vraagt ze. Ja, naar huis, zegt Ot. En in welke straat wonen jullie? In welke straat wonen we? Ot weet het niet. En Sien weet het ook niet. Hoe heet je? Vraagt het meisje weer. Ot. En hoe nog meer? Otje. Het meisje lacht. En hoe heet jij? Vraagt ze aan Sien. Sien en Sientje, zegt Ot. Er blijven nog meer mensen staan. Ze weten de weg niet, zegt het grote meisje. En ze weten ook niet waar ze wonen. Waar woon je? Vraagt een oude vrouw. Bij Trui, zegt Ot. En wie is Trui? Trui gaat naar school. Het zal zijn zusje wel zijn, zegt de vrouw. Is Trui je zusje? Ja, mijn zusje. Ik woon bij mijn zusje, zegt Ot. Dag Ot, zegt daar opeens een stem. Ot kijkt op. O, daar is de juf. Wat is er? Zijn jullie verdwaald? Nee, zegt Ot, ons huis is weg. Juf is naar school geweest. Ze gaat nu naar haar huis. En ze zag Ot en Sien. Nou, dat treft goed. Juf is naar school geweest en ze gaat nu naar huis. Ze zag Ot en Sien en dat treft goed. Ga maar mee, zegt ze. Dan zal ik dat huis van jullie wel eens opzoeken. Waar wou je naartoe? Vraagt ze. Naar huis, zegt Ot. Ja, we gaan nu naar huis. Maar toen je van huis wegging, waar wou je dan naartoe? Dat weet Ot niet. En Sien weet het ook niet. Ver weg, zegt Ot. Op reis? Vraagt de juf. Ja, op reis. Wat zal moeder wel zeggen? Moeder weet het niet. Ik denk, zegt juf, dat moeder het nu wel weet. Ze zoekt vast naar jullie. En als ze jullie niet vindt, moet ze huilen. Maar moeder weet het niet, zegt Ot weer. We hebben het niet gezegd. Ja, en daarom is moeder nu ongerust. Ze ziet je niet en ze weet niet waar je bent. O, zegt Ot. En dan blijft hij opeens staan. Want wie komt daar aan? Wie loopt daar zo hard? Dat is moeder. Ja, daar is moeder. Wat is ze ongerust geweest. Waar waren jullie toch? Vraagt ze. Juf heeft gelijk. Ot ziet het goed. Moeder heeft gehuild. Maar nu veegt ze haar tranen af en lacht ze weer. Ze is zo blij dat ze Ot en Sien weer terug heeft. Ik dacht al dat ik ze nooit weer zou zien, zegt ze tegen de juf. Dank u wel, hoor. Fijn dat u ze meenam. En dan gaat ze gauw met Ot en Sien naar huis. En naar Siens moeder, die ook zoekt en ongerust is.